enjoying everyday life omdat ik overal en altijd bidden kan. Bidden is makkelijker dan je denkt. Ontdekt de één keer één gebed en vind vrede en vervulling voor je dagelijkse leven. Vandaag heb ik een vraag aan je. Wat betekent gebed voor jou? Is het een bron van vrede of jouw stress? Als jouw antwoord stress is, dan heb ik goed nieuws voor je. Want vanaf het eerste begin heeft God gebed bedoeld als een makkelijke, natuurlijke manier om de hele dag, elke dag, met Hem verbonden te zijn. Hoewel God wil dat gebed eenvoudig is, probeert de duivel dat om te draaien en ons denken in de war te brengen. Hij probeert ons af te leiden met allerlei regeltjes over hoe we zouden moeten bidden. Of hij wil ons wijsmaken dat God geen interesse heeft in korte, eenvoudige gebeden. De vijand is een vervelende misleider en hij doet dit omdat hij niet alleen weet hoe krachtig gebed kan zijn, maar ook omdat hij weet hoe eenvoudig het eigenlijk is. Er zijn zoveel verkeerde ideeën over gebed, toch hoop ik dat je zult ontdekken dat bidden niet iets is om gestres over te zijn. Integendeel, het is een van de beste manieren om vrede en vervulling te vinden in je dagelijks leven. 1. Gebeden hoeven niet lang te zijn. De grootste leugen van Satan is misschien wel dat gebed iets is waar je lang de tijd voor moet nemen. Hij probeert je te laten denken dat je uren moet bidden om het gevoel te krijgen dat je echt hebt gebeden. Maar dat is niet waar. Je gebeden hoeven helemaal niet lang te zijn. Te zijn om krachtig te zijn. Als God had gewild dat we lange, eindeloze gebeden zouden bidden, dan had hij er wel voor gezorgd dat er alleen maar lange, eindeloze gebeden in de Bijbel zouden staan. Het is heel logisch. God geeft ons altijd voorbeelden hoe iets werkt en de meeste gebeden in de Bijbel zijn kort en bondig. Weet je nog wat Jezus zei in Matthäus 6, vers 7? Als u bidt, Gebruik dan geen omhaal van woorden. Dat zijn nodeloze herhalingen van zinnen en er oeverloos woorden aan toevoegen. Ik herinner me dat ik een gebedseminar bijwoonde en luisterde naar een vrouw die vertelde dat ze elke morgen van vijf tot negen in gebed was. Dat deed ze al jaren en ze kreeg van God de genade om op die manier te bidden. Ik ging naar huis en was vastbesloten om dat ook te gaan doen. Maar binnen de kortste keren verveelde ik me te platter en viel ik na een kwartier weer bijna in slaap. In de loop der jaren leerde ik dat we ons gebedsleven niet met dat van andere mensen hoeven te vergelijken. Het is de vijand die ons wijsmaakt dat we urenlang moeten bidden en ons vervolgens er schuldig over laten voelen wanneer we dat niet doen. God vindt het prima als we maar een paar woorden bidden, precies zoveel en zo lang als nodig is. 2. Gebed hoeft niet perfect te zijn. Een andere leugen van de vijand is dat we in gebed precies de juiste woorden of welsprekende mooie woorden moeten gebruiken. Ik hoor mensen soms een totaal andere manier van praten aannemen zodra ze beginnen te bidden. Ik heb geen idee waarom ze dat doen, maar sommige mensen krijgen ineens een statenvertaling-vocabulair als ze gaan bidden. Ze zeggen dingen die ze anders nooit op die manier zouden zeggen, zoals: O, oh, almachtige, doorluchtige, hemelse Vader, gij, hoogverheven, meest heilige God. Wij zeggen U dank, omdat Gij zo zorgzaam zijt, en wij komen in vrees en beven voor Uw troon, omdat Gij Uw zegeningen zo rijkelijk over ons uitstort, puntje, 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 enzovoort. Tenzij je uit de 17e eeuw stamt, passen dat soort teksten niet bij je. Ze zijn onnatuurlijk en ongemakkelijk. De waarheid is dat gebed een natuurlijk verlengstuk hoort te zijn van je unieke, natuurlijke manier van communiceren. God wil dat je je gemakkelijk bij Hem voelt en dat je oprecht en echt met Hem bent, zoals je met je beste vrienden bent. Als je zulke taal ook gebruikt als je met je vrienden belt, doe dat dan vooral ook in je tijd met de Heer. Maar als je tot God nadert omdat je de perfecte woorden of uitdrukkingen wilt gebruiken, hou daar dan alsjeblieft mee op en wees gewoon jezelf. 3. We kunnen altijd en overal bidden. De vijand probeert ons het bidden ook moeilijk te maken door ons te laten denken dat we een bepaalde houding moeten aannemen bij het bidden, of dat we op een bepaalde plaats moeten zijn om te kunnen bidden. Vaak denken we aan iets en zeggen we tegen onszelf: Als ik later vandaag in gebed ben, moet ik niet vergeten hiervoor te bidden. Zo'n gedachte is vaak een vervelende tactiek van de duivel. Hij wil dat we het uitstellen in de hoop dat we vergeten om deze dingen bij God te brengen. De Bijbel spoort ons aan om bij elke gelegenheid en zonder ophouden te bidden. Zie Efeze 6, vers 18, 1 Thessalonicense 5, vers 17. Bidden als we daar een verlangen of behoefte naar voelen is gemakkelijker. En dat is de manier om in elke situatie op de dag met God verbonden blijven. We kunnen altijd en overal bidden, hardop of in stilte. We kunnen bidden terwijl we zitten, staan of liggen. We kunnen bidden terwijl we in beweging zijn of als we niks doen. We kunnen bidden tijdens het boodschappen doen, op een afspraak wachten of in een vergadering zitten, het huishouden doen, auto rijden of terwijl we onder de douche staan. We kunnen bidden, dank u Heer voor alles wat u doet of God ik heb uw hulp nodig of Jezus, zorg voor die vrouw daar die zo verdrietig kijkt. Ik ben ervan overtuigd dat God wil dat we op die manier bidden: een klein stukje erkenning dat hij er is, korte schietgebedjes en dankzeggingen. 4. Bid zonder ophouden. Vaak is het missende ingrediënt in onze dagelijkse gebeden de eenvoud ervan. De vijand zal gebed altijd proberen om te vormen tot iets wettigs, of ons wijsmaken dat we niet genoeg bidden of dat we niet effectief bidden. Luister niet naar die leugens. Ik moedig je juist aan om gebed tot je eerste reactie te maken in elke situatie. Wanneer je dat doet, zul je de kracht en vrede van God in je leven zien komen op manieren die je versteld zullen doen staan. Ten slotte: waarom probeer je het nu niet? Praat met God zoals je bent, zoals het bij jouw karakter past. Praat met Hem zoals je met een vriend of vriendin zou doen. Dave en Joyce. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube kanaal.